Hey, goed dat je kijkt. Vandaag gaan we het hebben over hoe je eigen social media plan kan maken. Dus kijk en doe maar mee. Ik begin even kort met de presentatie, dan weet je een beetje de context. De inhoud die we vandaag bespreken is een stukje welkom, dus hierbij. Waarom is een social media strategieplan handig? De onderdelen die erin zitten, maak je eigen plan en eventuele vragen, maar die kun je hieronder plaatsen. Waarom een social media plan en waarom een social media strategieplan? Nou, het heeft verschillende voordelen. Het eerste voordeel is dat je richting gaat bepalen. Middels een plan weet je een beetje, goh, ga ik richting China, ga ik richting Rusland, ga ik groeien, wat wil ik bereiken? Dus je geeft eigenlijk koers en richting aan jouw uitvoering. Hoe ik het altijd opstel is van strategie tot en met uitvoering. Er zijn heel veel manieren die goed zijn, hè? Dus er zijn ook heel veel type strategieën, zeg maar. Kies altijd wat voor jou van toepassing is en wat voor jou meerwaarde brengt. Hoe ik er altijd in staat is dat je eerst begint met lange termijn en je werkt elke keer toe naar de uitvoering, dus naar de kortere termijn. Een ander voordeel van een plan kan zijn is dat het consistentie biedt. Met andere woorden, je hebt een soort houvast, een soort richtlijn waarvan je kan zeggen van hey, als we het altijd zo doen, dan communiceren we altijd op deze manier, waardoor we een stukje vertrouwen naar buiten toe gaan opwekken. En een plan kan effectief zijn, want je gaat veel effectiever werken, omdat je weet, hey, dit doen we wel en dit doen we niet. En het effect ervan kan zijn is dat je overzicht krijgt, je krijgt rust, een stukje helderheid en het kan ook structuur brengen. Nogmaals, doordat je eigenlijk kiest van, hey, dit gaan we doen omdat we dit willen bereiken en dit kiezen we voor om niet te doen of nog niet te doen. Dus dit zijn de voordelen waarom je eventueel een plan zou kunnen maken. De onderdelen. Welke onderdelen zitten in een social media strategieplan? Dit is mijn manier, zeg maar. Het stamt heel erg af van traditionele marketing, omdat daar eigenlijk ook de verschillende diverse onderdelen in zitten. En de onderdelen die ik altijd super belangrijk vind, is één stukje analyse. Dus je begint met waar sta je nu? En dat analyseer je. En dat doe je eigenlijk tegenwoordig heel simpel door te kijken naar je social media statistieken. Dus je kunt heel makkelijk een channel erbij pakken, daar in je statistieken duiken, in je Google Analytics duiken en kijken van, hey, op basis van data, waar staan we, bereiken we de juiste mensen, zijn we genoeg gegroeid, draagt onze social bij aan de doelstellingen die we hebben. Kortom, je gaat heel erg analyseren waar je staat. En dat kan zijn intern, maar dat kan ook zijn ten opzichte van de markt. Dus hoeveel concurrenten online heb je? Wie zijn je online concurrenten en de alternatieven waar mensen op zoeken? Zo kun je eigenlijk heel veel dingen analyseren. Je kan ook een financiële analyse maken. Maar in ieder geval, het gaat erom dat jij gaat beslissen van, hey, waar sta je nu? Om straks te bepalen waar wil je naartoe op basis van feiten en van data. Daarna ga je kijken, en dat is meer vanaf intern beredeneerd, waar wil je op langere termijn naartoe? Dus wat zijn je missie en je visie? Waarom doe je wat je doet? Welke markten kies je? Welke markten sta je? Waar wil je naartoe? En dat ga je eigenlijk formuleren. Dus nogmaals, dat is eigenlijk de visie voor de langere termijn. Waar wil je uiteindelijk naartoe? Hoe zie je jezelf? Welke speler ben je in welke markt? Vanaf daar ga je het steeds concreter maken en bepaal je eigenlijk je doelen en je doelstellingen. En ook een deel kun je daar al je doelgroepen formuleren. Want wat zijn de concretere doelen? Maak ze daarin ook smart, zeg maar. Wie wil je bereiken? Wat wil je bereiken? Wanneer wil je wat bereiken? Het kan best zijn dat je zegt, nou, op langere termijn, over 3 jaar willen we daar staan. Of willen we dat marktaandeel? Of zullen we inwoners bereiken? En op kortere termijn betekent dat dit en dit en dit en dit. Dus je hebt eigenlijk op verschillende niveaus kun je verschillende doelen hebben. Als je dat geformuleerd hebt, dan ga je nadenken over strategie. Van hoe gaan we dan die doelen bereiken? Wil je bijvoorbeeld groeien in een bepaalde markt? Of wil je bijvoorbeeld meer nieuwe klanten aanwerven? Of wil je meer uit je bestaande klantenbestand halen? Ga je internationaal? Blijf je lokaal? Alles is daarin goed, zolang je maar nadenkt, hoe ga je eigenlijk je doelen bereiken? Dat beantwoordt die strategie. En strategie is niks anders dan eigenlijk ook leren kiezen. Dus wat doen we wel, wat doen we niet? Je kunt alles doen, alleen is vanuit de marketingfilosofie eigenlijk nooit heel erg slim om te doen, omdat we in een tijd leven dat er zoveel informatie is, er is zoveel content, er zijn zoveel kanalen, er zijn zoveel mensen om te bereiken, dat het beter en slimmer is om te zeggen, nou, deze doelgroepen of deze type mensen willen we wel benaderen, of deze content of boodschap willen we wel uitstralen in deze markten en dit niet. En dan zodra je leert kiezen en dat ook je collega's meeneemt of je manager of nou ja, met wie jij te maken hebt intern, dan zal je zien dat er een stukje rust gaat komen, omdat je weet, hey, dat doen we wel, dat doen we niet. Een onderdeel wat ik zelf altijd heel belangrijk vind in de strategie is de CCC. Die heb ik een beetje zelf bedacht en die komt neer op channels, content en communicatie. Dat is eigenlijk een driehoek die elkaar aanvult. Dus vanuit de social media strategie ga je nadenken, oké, welke channels gaan we op, welke content hoort erbij en welke communicatie. En met communicatie komen we straks nog verder op. Zijn dat bijvoorbeeld gifjes, zijn dat whitepapers,
Nou, noem maar op, wat voor type content is dat en wat voor tone of voice hoort daarbij. Dus daar zoomen we straks verder op in. Nou, als je dat hebt gedaan, dus je hebt een beetje zicht en gevoel bij hoe je je doelen en doelgroepen gaat benaderen, dan start je met de uitvoering. Nou, eerst komt er nog een stukje actieplan in, komen we straks ook op terug. En dan start je met de uitvoering. En in de uitvoering ga je simpelweg beginnen wat je hebt bedacht. Nou, het CCC, Content Communicatie Channels Plan, is eigenlijk al super concreet, want daaruit heb je een soort middenstuk tussen je strategie en je uitvoering. Ik heb daar ook een template van, dus mail me gerust als je die wil. En daarin kan je concreet zeggen, hey, dit doen we wel op dit kanaal en met deze timing. Natuurlijk heb je ook altijd die ad hoc content, komen we ook nog later op terug. Maar even om aan te geven dat je dan kan zeggen, hey, 80% gaan we het actieplan uitvoeren, want dat draagt bij aan onze doelen. En tot slot, als je gestart bent, kun je daarna natuurlijk gaan meten en evalueren. Wat ging goed, wat ging niet goed, waar liggen kansen, wat moeten we nooit meer doen en wat moeten we altijd blijven doen. Daarin kan een dashboard een supergoeie tool zijn. Ik heb een video gemaakt over het opzetten van de Google Data Studio. En daarin kun je al heel erg goed gericht gaan sturen. En op basis weer van je doelen. Dus zo kan je eigenlijk maandelijks gaan meten. Wat gaat goed, wat gaat niet goed en wat gaan we anders doen. Als je dat hebt gedaan, kom je eigenlijk dus weer bij stap nummer 1. Want evalueren en analyse vallen dan een beetje samen. En dan ga je weer terug verbeteren. Dat gezegd hebben, een stukje theorie. Gaan we beginnen, want je kunt heel snel en simpel en gratis je eigen social media plan opstellen vanuit eigenlijk deze filosofie op gratissocialmediaplan.nl. En als je daar naartoe gaat, succes gewenst, dan kom je op deze website en vanuit hier maak jij je eigen gratis social media plan. Er zijn allemaal tools op, wat tutorials en dergelijke. Nou, dan klik je hierop, maak nu jouw eigen social media plan. En dan kom je in dit scherm. En dit heb ik zo gemaakt dat je hier alle stappen gedetailleerd kunt invullen. Die verstuur je en dan komt er automatisch een plan in jouw mailbox. En we gaan meteen beginnen. En we zijn vandaag een dierenshop, dus we noemen ons dierenshop Happy. Ik noem maar even naam, maakt niet zo heel veel uit. Dan vul je alle details in, dus de voornaam, achternaam van de auteur, eventueel je functie, dus stel voor dat je marketingmanager bent of communicatiedeskundige of ondernemer, of nou, alles is daar natuurlijk goed. Je vult de gebruikersnaam in, dus doe even de grootte van je bedrijf of je organisatie. Je vult je e-mailadres in. Adres kan, hoeft niet, telefoonnummer mag en eventueel je website. Dan ga je door naar volgende. Dan kom je in het tweede gedeelte. En hierin schrijf je een introductie, dus de context van jouw plan. Dus stel voor dat je zegt, voor dierenwebshop Happy, of dierenshop Happy, maken wij dit social media strategieplan voor de komende jaren. Zo weten de medewerkers, het team en de managers hoe wij omgaan met social en digitale marketing. Vul hier een stukje context in waar jij blij van wordt. Dan klik je op volgende. Dan kom je, en dat bespraken we net al, in een stukje analyses. Dus hier ga je analyseren, zeg maar, waar liggen de kansen en bedreigingen op macroniveau, dus in de externe omgeving. En waar liggen ze intern? En intern kun je bijvoorbeeld aan de hand doen van een online vragenlijst om je klanten of je medewerkers mee te laten denken en die vul je daarin. Dan heb je het kopje online analyse en in online analyse ga je specifiek eigenlijk een niveau lager. Ga je kijken van oké, maar wat gebeurt er online? Waar zijn we sterk in? Waar niet? Zijn we vindbaar op bepaalde zoekwoorden waar we op gevonden gaan worden of willen worden of juist niet? Dus daarin ga je eigenlijk heel concreet zoeken. En we beginnen even met kansen en bedreigingen. Nou, stel voor dat we zeggen een kans in onze markt is vraag stijgt naar online dierenvoeding en een bedreiging is er komt veel online concurrentie. Intern, stel voor dat we, wat doen we heel erg goed? Stel voor dat we zeggen, nou, we zijn heel erg klantvriendelijk en waar liggen verbeterpunten? Is bijvoorbeeld het assortiment voor cavia's dat verbeterd kan worden. Ik noem maar even wat. Online analyse is bijvoorbeeld wat gaat er goed vindbaar zijn op de belangrijkste zoekwoorden. En wat kan er beter is bijvoorbeeld vindbaar blijven op bijvoorbeeld Pinterest. Ik noem maar wat, stel voor dat we daar heel veel concurrentie hebben op dat niveau. Dan online vindbaarheid, hier kun je filteren. Ben je heel vindbaar of onvindbaar op belangrijke zoekwoorden in Google of niet? Nou, wij zeggen bijvoorbeeld, nou, we zijn redelijk vindbaar.
En hierzo ga je zeggen, oké, dit gaat goed in de huidige situatie omtrent social media. Hierin selecteer je wat voor jou van toepassing is. Bijvoorbeeld, er zitten groeiende kanalen, we halen omzet uit de social media en het zorgt bijvoorbeeld voor traffic. En wat kan het beter? Nou, ook daar lees je doorheen en selecteer wat voor jou van toepassing is. Mocht je iets missen, laat het me ook gerust weten. Want ik kan me voorstellen, de een heeft een non-profit organisatie, de andere gemeente, een provincie, een kleine webshop, een grote organisatie, multinational, alles. En iedereen is natuurlijk van harte welkom. Maar het kan ook zijn dat niet alle antwoorden erin staan. Dus shoot en laat het me ook gerust weten, want dan kan ik het heel snel voor je aanpassen. Nou, stel voor dat we zeggen, nou, de advertentiecampagnes zijn nog niet rendabel. Dan kan dat, is dat een verbeterpunt. En hierin kies je eigenlijk al het niveau van activiteit op social media in de huidige situatie. Dus ben je passief, dan heb ik erbij gezet, nou, wat houdt passief in? Je luistert en je monitort, maar je post eigenlijk te weinig of kan meer. Actief, dus op frequente momenten posten we en we zijn online goed bereikbaar. Of zijn we proactief? Dus we delen veel content, maar we gaan ook proactief eigenlijk interacteren in communities van derden. Nou, stel voor dat wij zeggen we zijn actief, vinken we die aan, klik je op volgende. Dan kom je in je missie en je visie. Nou, hier kan je bijvoorbeeld zeggen onze missie is de meest omvangrijke dierenshop te zijn in de Benelux. Hier vul je in wat voor jou van toepassing is. En onze visie is de nummer 1 te zijn in het klein diersegment. Ik weet niet of dat bestaat, maar bijvoorbeeld cavia's en dergelijke. Nogmaals, het is even test, dus doe wat jij moet doen hierin. Daarnaast, wat heel sterk kan zijn in jouw plan, is een visie visueel maken. En dat doen we eigenlijk vrij weinig, en dan veralgemeniseer ik even. Maar wat je kan doen, is eigenlijk een vision board maken met, goh, zo ziet onze visie eruit. Dus stel voor dat je zegt, we willen uitbreiden naar diverse locaties, online, offline. Zo zie ik dat voor me. Dus we staan bijvoorbeeld op A-locaties, of we doen online, zijn we altijd vindbaar en hebben we ook producten te koop via bol.com of derde partners. Dus daarin maak je al je visie eigenlijk visueel. Misschien dat je wel uitbreidt met je team, of dat je misschien zegt van, nou, we worden alleen maar de cavia webshop, ik noem maar wat. Dus hierin maak je eigenlijk visueel wat je wil vertellen in woorden. De voordelen daarvan zijn, is dat je iedereen letterlijk aanlijnt. Want op het moment dat je een woord noemt, nummer 1 worden in cavia webshop, dan, en je deelt dat met 10 mensen, hebben 10 mensen een ander idee erbij. Maak je het visueel en je zegt, nou, zo zie ik dat voor me. Dit zijn de verkooppunten, dit bedoel ik met nummer 1, dit bedoel ik zo, dit worden de uitingen. Dan ga je eigenlijk, dan maak je het al een stap concreter, maar hou je wel iedereen letterlijk aangeleid en kan je heel concreet discussiëren. Dus dat is echt wel een tip, maak je visie visueel en die kun je dan hier uploaden. En dan ga je, als je dat hebt gedaan, daarna naar volgende toe. Dan kom je in de doelstellingen. Dus hier ga je zeggen van, oké, wat zijn de doelstellingen? Nou, bijvoorbeeld is groeien op financieel gebied. We willen onze marge verhogen en we willen nieuwe doelgroepen bereiken. En dan kom je een niveau lager. Hè? Dus van je organisatiedoelstellingen ga je eigenlijk naar je social media doelstellingen. En wat willen we dan? We willen nieuwe doelgroepen bereiken. Dus willen we via social ook nieuwe doelgroepen gaan benaderen. En we willen misschien nieuwe klanten werven. En misschien nieuwe medewerkers kan je ook nog doen. Online traffic genereren kan, ligt eraan. Dus zo ga je dat eigenlijk invullen. Zo actief willen we zijn. Dus net hadden we het over de huidige situatie. En nu gaan we toe naar de gewenste situatie. Dus ook hierin kies je weer van actief naar passief bijvoorbeeld kan. Wij zeggen nou actief is op zich prima. Dus dat houden we zo. En dan klik je weer op volgende. Dan kom je bij je doelgroepen. En het is altijd super goed om te kiezen. Wie ga je wel benaderen, wie ga je niet benaderen en welke focusdoelgroepen heb je. Uiteraard, soms hoor je mensen zeggen, nee, we kunnen iedereen bereiken en van 0 tot 100 is onze doelgroep. Dat is ook zo, maar in je communicatie kan je natuurlijk zeggen, oké, iedereen is bij ons welkom, maar in onze communicatie, in onze social media content gaan we ons wel richten op bijvoorbeeld cavia-eigenaren of fans van kleine dieren of fans van honden. Op het moment dat ik elke doelgroep kies, ga ik het heel moeilijk maken in de uitvoering, omdat ik elke doelgroep wil bedienen. Tuurlijk kan dat als je een hele grote organisatie hebt, maar als je een wat kleinere organisatie hebt, kan je best zeggen, nou, ik heb bijvoorbeeld 5 focusdoelgroepen of 3 focusdoelgroepen voor volgend jaar en die ga ik zo definiëren, zodat je ook weer iedereen aangeleid krijgt. Stel voor dat de eerste focusdoelgroep is cavia-eigenaren. Nou, en hierin kun je nog heel gedetailleerd gaan. Wie zijn dat dan? Wonen ze in Nederland, in België, in de Benelux, in Engeland? Waar lever je aan? Zijn dat mensen, zeg maar, in een bepaalde leeftijd of niet? Zijn het alleen mannen of vrouwen? Dus hier ga je heel gedetailleerd op in. Stel voor dat we zeggen hondeneigenaren. En ook hierin kan je weer kiezen. Ga je voor
hondeneigenaren in de allerbreedste zin van het woord? Of kies je van nee, ik kies alleen voor eigenaren van een bepaald ras of van een bepaald honden die afkomstig zijn uit Griekenland? Ik noem maar wat. Maar let op je gedachten, zeg maar, en dat is wat ik hierbij wil meegeven. Door nu al te kiezen en hierover na te denken, ga je het jezelf veel makkelijker in de praktijk maken. Focus doelgroep 3 is, nou laten we hem heel simpel houden, katteneigenaren. Oké, nou en dan gaan we door. Dan kom je in je strategie en je profilering. Dat is een heel belangrijk onderdeel. Want hoe wil je je profileren? Als dierenwebshop zou je kunnen profileren als een innovatieve dierenwebshop. Misschien werk je dan met een app en werk je met augmented reality en noem maar op. Misschien ben je een traditionele dierenwebshop en laat je mensen nog offline afhalen. Misschien ben je heel klantvriendelijk, laat je je dieren gratis kammen en behandelen in je webshop of geef je een cadeaubon mee. Kortom, wie wil je zijn en wat wil je uitstralen via social media? Ben je innovatief? Ben je duurzaam? Ben je stoer? En dat vertaalt zich straks weer door in de uitvoering. Heel simpel gedacht, als jij zegt van nou, ik ben heel innovatief, werk je straks in je communicatie en in social, misschien ook met innovatieve augmented reality filters. Of ga je innovatieve of hele vooruitstrevende lettertypes gebruiken. Zodat alles gaat kloppen in je verhaal. Dus hier ga je heel goed over nadenken. Wie willen we zijn op social en sowieso? En hoe gaan we ons profileren? Dus dat gedeelte vul je daarin. En wij zeggen bijvoorbeeld, wij willen de innovatieve webshop zijn of shop zijn voor dieren. Nou, en eigenlijk is dit nog te breed, hè, want eigenlijk wil je dieren kunnen ook bewijs van olifanten zijn, maar wil je bijvoorbeeld voor huisdieren zijn in de Benelux. Maar je snapt hopelijk het idee hoe je kan denken. Dan gaan we een niveau dieper en dan gaan we het hebben over content en contentstrategie. Welke content hoort dat dan bij? Nou, dat kan bijvoorbeeld augmented reality filters zijn. Misschien dat we op Snapchat content gaan maken voor kleine dieren of voor huisdieren. Misschien gaan we innovatieve video's maken voor cavia's. Dat ze niet in een rat rennen, maar bijvoorbeeld in een augmented reality rat. Ik noem maar even wat. Maar zo kun je dus al eigenlijk de vertaalslag gaan maken. Dan een hele belangrijke. Welke content thema's kies je voor het communiceren eigenlijk van jouw bedrijf of jouw organisatie of de afdeling? Kies er altijd een paar en ook hierin probeer specifiek te zijn, zodat je straks ook weet, hey, op maandag posten we altijd actualiteiten. Daarnaast posten we altijd innovatieve onderzoeken en innovaties omtrent dieren. En een derde thema is bijvoorbeeld gewoon sales en is gewoon bijvoorbeeld aanbiedingen, omdat we ook wat willen verkopen in dit geval. Dus zo kun je eigenlijk al heel snel je content thema's bepalen. Hierin kan je ook zeggen, de volgende type content gaan wij creëren. Ook dit is weer belangrijk om over na te denken, want dat heeft heel veel impact voor je organisatie. Op papier is het heel makkelijk om te zeggen, we gaan TikToks maken en we gaan videocontent maken en we gaan een podcast maken. Maar in de praktijk betekent dat misschien dat jouw medewerkers of collega's of jijzelf daar langer mee bezig bent dan in vergelijking tot het maken van een foto. Alles is hierin goed, alleen het gaat erom dat je gaat nadenken van, hey, als ik hiervoor kies in mijn strategie, heeft dat zoveel impact eigenlijk op de uitwerking. En ook in tijd en middelen en resources. Dus stel voor dat wij zeggen, nou, we gaan lange video's maken, korte video's maken, dus een beetje TikTok-achtig. We gaan gifjes doen en we gaan stories doen. Dan kan je hier zo per dag kiezen wanneer je gaat publiceren en welk thema. Dus stel voor dat je hier zegt van oké, welke dagen gaan we content publiceren. Bijvoorbeeld maandag, woensdag en bijvoorbeeld vrijdag. En maandag welk content type doen, doen we dan. Doen we bijvoorbeeld actualiteiten. Woensdag doen we bijvoorbeeld innovativiteiten. Innovatief. En op vrijdag doen we bijvoorbeeld aanbiedingen. Dus dan komt het weer overeen met wat we hier hebben gezegd, met onze content thema's. En hier kiezen we eigenlijk de vaste dagen. Let op dat je natuurlijk ook ad hoc content kan hebben of inhakers. Als er bijvoorbeeld iets heel tofs gebeurt in de markt en je denkt, daar moet ik wat mee. Dan kan je altijd zeggen van, nou, natuurlijk mag dat er nog bovenop, bijvoorbeeld. Maar dan kan je in ieder geval vanuit hier zeggen van 80% van de content wordt op deze dagen gecommuniceerd. Dan klik je op een volgende. Let ook nog op dat in je contentstrategie niet alles zwart-wit is. Dus op het moment dat jij weet, hey, er komt een inhaker aan, maar dat is niet de originele innovativiteitscontentdag, plan hem dan ook gerust natuurlijk in wanneer het relevant is. Want dat is natuurlijk altijd het allerbelangrijkste. Maar het gaat er even om dat er een soort structuur komt wanneer je wat voor type content kan inplannen. Dan de channelstrategie. Wat wordt de channelstrategie? Nou, wij kiezen voor innovatieve social channels en nieuwe moderne uitingen
Omdat we hebben gezegd, nou, dat past bij onze profilering. En dat betekent dus dat wij bijvoorbeeld zeggen, nou, wij gaan inzetten op TikTok. Wij gaan inzetten op YouTube, misschien YouTube Shorts. We gaan misschien gebruik maken van influencer marketing en Instagram Stories. Zo kun je dus heel gericht ook je channels kiezen. En dan komen we bij de derde C, de C van communicatie. Wat wordt onze communicatiestrategie? Dus hier kan je bijvoorbeeld zeggen, nou, wij gaan kort en krachtig communiceren. En wij zoomen in op het innovatieve aspect en bijvoorbeeld snelle levering. De volgende hashtags, dus met andere woorden, op welke hashtags wil je vindbaar blijven? Nou, dat kan bijvoorbeeld dieren, shop zijn, happy, innovative, pets en bijvoorbeeld dieren, voeding, aanbieding. Even om aan te geven, zeg maar, dat je alvast gaat nadenken welke hashtags je structureel inzet en welke bijvoorbeeld bij de berichten passen. Met andere woorden, je kan straks in de praktijk een post creëren, noem maar even op Instagram, en je zegt, nou, we communiceren altijd een paar hashtags die brand gerelateerd zijn, die dus op onze organisatie of merk slaan, of op de dienstverlening die wij kiezen, en een paar die passen bij de post. Dus stel voor dat we iets doen voor cavia's, dan post je iets over cavia's en post je iets doen voor honden, post je iets over honden, omdat je daarop gevonden wil worden. Maar dan heb je de balans van altijd een paar structurele waar je op gevonden wil worden en een paar afhankelijk per type post en per boodschap wat je hebt. Dan emoties kan je invullen, wil je dat wel of niet doen. Dus met andere woorden, stel voor dat je altijd jezelf wil profileren als een cavia webshop, kies je misschien altijd cavia als emotie. Wil je iets doen met snelheid van leveren of met een webshop, kies je daar een icoontje bij. Dan het adverteren, dus paid media gedeelte. Wil je social media adverteren, ja of nee? Ja, dat willen wij proactief inzetten om de sales te bevorderen en de online conversie. En misschien het benaderen van nieuwe doelgroepen, gericht op het benaderen van nieuwe doelgroepen, omdat dat in onze doelstelling stond. We adverteren nu op social media, ja, nee of anders. Ja, ga je in de toekomst adverteren? Ja, op welke kanalen? Nou, we hadden net gezegd, we doen Instagram en we doen bijvoorbeeld TikTok en influence marketing. Dus die ondersteunen we eigenlijk met paid media om ons bereik te vergroten en onze sales. En dan kom je bij bijna het laatste, tools. Welke tools gaan we inzetten en wat zijn de voordelen voor onze organisatie? Is bijvoorbeeld sneller werken, tijd besparen en hogere kans op conversie, bijvoorbeeld. De volgende tools zullen gebruikt worden. Nou, stel voor dat we zeggen, nou, we willen content creatie tools gebruiken om onze content sneller vorm te geven. Misschien dat we social media willen gaan inplannen, monitoren en misschien dashboard software. Dit zijn de tools die we inzetten, bijvoorbeeld Google Analytics. Dat is natuurlijk iets verder dan je social media, maar het is wel belangrijk. Bijvoorbeeld Facebook Business Suite, Facebook Ads, Canva en misschien nog video editing software. Hier maak je dus ook al heel concreet, niet alleen de tools die je gaat inzetten, maar ook eigenlijk al maak je vertaalslag van, ja, wat is nou ook de effect bijvoorbeeld op het budget? Want op het moment dat je gratis tools gebruikt, is het natuurlijk weer anders dan betaalde tools. Dus ook hierin, elke keuze die je maakt, heeft natuurlijk een bijwerking, een effect. Dus het is wel goed om daar continu over na te denken. Op welke statistieken gaan we sturen? Uiteraard wordt dat op conversie en misschien conversie per channel. Dus krijgen we meer sales, online sales per Facebook, meer leads per Instagram, nou, noem maar op. Het bereik onder nieuwe doelgroepen. Misschien de return on ad spend, dus hoe succesvol zijn onze advertenties. Nou, hier kun je natuurlijk eigenlijk schrijven wat jij wil. De volgende bronnen worden ingezet om data uit te halen. Nou, dat zijn we net al, Google Analytics, Instagram en dan zou ik hier nog TikTok moeten doen. Ga je een dashboard maken om te meten, is natuurlijk wel super waardevol. Maar het is natuurlijk aan jouw organisatie om dat wel of niet te doen. Wij zeggen ja, hoe vaak ga je die versturen? 1 keer per maand. En wanneer wordt het verstuurd? Dat is wel, vind ik heel belangrijk, omdat je dan ook weet of het actueel was of niet. Dus wij zeggen binnen een week na afloop van de maand, van de afgelopen maand of kwartaal, om te weten van, hey, is het nog wel actueel wat ik zie? En dan klik je weer op volgende. En dan komen we bij budget, het ene laatste. En stel voor dat we zeggen, nou, een budget is bijvoorbeeld 5.000 euro, ik noem maar even wat.
Hoeveel daarvan gaat naar de social media content marketing? Nou, zeggen we dat we zeggen, nou, dat is onder 500. Advertising doen we bijvoorbeeld meer. Social media educatie doen we ook meer. En tools doen we zoveel, want veel tools kunnen gratis zijn. En influence marketing houdt het eerste jaar op dit bedrag. Kortom, het is een indicatie, vul in wat voor jou van toepassing is. En je klikt op volgende. En hier kan je nog zeggen, welke cursussen, trainingen moet ik volgen? Ik wil, of wij dienen, meer te leren over bijvoorbeeld content creatie, content strategie in het volgende jaar. Dat je meer iets smarter maakt en je klikt op volgende. Dan je organisatie. Uit hoeveel personen bestaat het social media team? Dat hoeft niet fulltime te zijn, dus stel voor dat het is uit 3 personen. Wie coördineert er is bijvoorbeeld Esther. Wie gaat de content creëren? Dat kunnen dezelfde personen zijn, hoeft niet. Wie gaat de content publiceren? Stel voor dat dat Milan is. En stel voor dat Milan ook de webcare doet. Wie gaat de dashboards beheren en opzetten? En dat is misschien Luana. En hier zo tot slot versturen. En dan open je e-mail en daarin zie je nieuws van jouw social media plan. Die open je die mail en hierin kun je jouw PDF downloaden. Jouw PDF kun je vanaf daar natuurlijk bewerken. Je kunt hem opmaken, nou, wat je eigenlijk maar wil. Maar dan heb je in ieder geval een soort social media plan van strategie tot met uitvoering. En de stappen daarin bepaal je uiteraard zelf. Ik wens je heel veel succes hiermee. Mocht je een vraag hebben, plaats alsjeblieft hier onder de comments. Ik zou het heel leuk vinden als je de video even zou liken en je zou willen abonneren op Zoom C. En ik wens je nogmaals heel veel succes en plezier. Dankjewel.